Jo, ik heb hier Jaart. En je Roos natuurlijk. De broers Fabian en Julius hebben een drukke ochtend. Ze maken een ontbijtpakketje voor hun grote liefdes. Ik vind het altijd wel leuk om dan Doortje te verrassen met dingen. Zoals vorig jaar hadden we dan een leuk groot hart. Echt een groot hart met bonbonnetjes met een leuk kaartje erbij. Dit jaar wordt het dus een romantisch ontbijtje met lekkere broodjes en chocola. Ik ben wel heel benieuwd, want Doortje weet er nog niks van. I love you en hartjes waar love in staan. Denk je dat ze er blij mee is? Vast wel. Love, l'amour, amore, de liefde. Ja, het hangt hier in de lucht vandaag. En terwijl de jongens druk bezig zijn met de ontbijtjes, hebben we van jullie ook veel liefdesberichten binnengekregen. Want ook Louis heeft een ontbijtje gebracht aan Mies. Marcus en Emily maakten een ontbijtje voor hun ouders. Ergon heeft zijn geheime liefde deze brief bezorgd. Joey heeft al 4 jaar verkering met Morris en maakte dit hard voor hem. Jens en Abigail hebben ook al 4 jaar wat en vieren dat met een high tea. Giel maakte koekjes voor zijn oma's en opa. En Liz en Ian maakten dit hart van sneeuw. Speciaal voor Valentijn. Tijd om hier het ontbijtje te brengen. Hi, hi. Het ontbijtje. En de roos. Alleen voor mijn Valentijn. En ook Doortje heeft een verrassing voor Fabian. Dankjewel. Ik vind het op zich wel belangrijk. Je denkt aan iemand die je lief vindt. Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel heel erg leuk. Ook bij broertje Julius beviel het ontbijtje goed. Ze maken er hier een gezellig ontbijt van en ze zijn nog lang niet uitgekeken op elkaar, zeggen ze. Hij is heel erg lief en ik vind hem gewoon leuk. Ik vind Doortje heel aardig en ook heel lief. Ik hoop gewoon dat het zo lang mogelijk aan blijft, dus ja, ik ook.